Hi, welkom bij de Stadsimkerij Hengelo. We zijn nu in Duitsland. Ik sta bij de bijen die gaan reizen. Die gaan onder andere naar de koolzaad, naar de linden en naar de heide. En ik ben bezig met de eerste controle, zeg maar. En wat ik controleer is of er genoeg voer in de kast nog zit, want het duurt nog wel eventjes voordat er echt dracht is. Daarnaast controleer ik of ze nog leven, dat is natuurlijk altijd belangrijk. En ik ga eventjes onderuit de kast de dode bijen schudden, want dan hebben de bijen daar minder werk mee. Dus zojuist heb ik het muizengaas weggehaald. Ik zal even laten zien. Dat zit er altijd voor. Kijk. Dit is het muizengaas, dat heb ik er altijd voor met punaises, zodat er geen muisje naar binnen in kan. Als die bijen aan het rusten zijn, dan blijven ze dicht bij elkaar zitten. En dan kunnen ze zich niet verdedigen tegen de muis. En die muizen vinden het heerlijk warm bij de bijen. En die eet ze dan ook één voor één op, veldmuisjes. Nou, deze kast voelt vrij leeg. Maar toch, er zitten bijen in. Even een beetje rook erop. Dan blijven ze rustig zitten. Dan gaan ze ook naar binnen heen, zie je dat? Dan zie je meteen minder bijen. En die gaan nou eten. Even de bijten erbij, dat ik hem was. Dan gaan we even kijken onder in de kast. Oh, daar liggen best wel veel bijen. Dat is heel normaal trouwens hoor. Dat is geen bijensterft of iets dergelijks. Dat is gewoon, de bijen gaan ook dood in de winter. En die, omdat ze die niet naar buiten kunnen slepen, liggen ze nog onder in de kast. En wat ik doe voor de bijen is het afkloppen, zodat ze daar geen werk mee hebben. En ik klap ze gewoon in de tuin. En dan verteren ze binnen een weekje of 14 dagen of zoiets dergelijks. En dan zijn de bijen mooi weer schoon en hygiënisch. Maken we alles even mooi schoon. En dan mag het volkje weer op de bodem, op de kast. Het is heel belangrijk dat de kast op dezelfde plaats blijft staan. Want anders dan vinden de bijen de kast niet terug. Deze bak is behoorlijk licht. Dus hier moet volgende week even wat voer in. Kijk. Dan gaan we even het raam omhangen. Hier zit vrij weinig voer in. Nou, moet ik toch even die kast optrekken. Het raam is helemaal leeg. Hier zit er wel wat in. Deze is ook helemaal leeg. Leg ik even aan de kant. Dat is dus belangrijk dat je dat in de winter even controleert. Dit volk heeft nog voer genoeg. En dan haal ik gewoon hier een raampje voer uit. Het is altijd een beetje geklooid, want die was is nog heel hard. En daardoor krijg je de ramen er slecht uit. Ja. Kijk, en dan geven ze wat voer. Dat vinden ze heel prettig. We hebben hier nog een prachtig raam met voer. Maar die paar bijtjes die wennen wel in het andere volk. Dat is niet zo heel erg. Maar daar hebben ze in ieder geval voer genoeg. En dat is wel heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat ik de ramen goed aan elkaar schuif. Krijg ik wildbouw en dan moet ik het niet hebben. En aan deze raampjes
stap ik hier weer in. Want het is een prima raam, alleen is het hartstikke leeg. Voilà. Nou, zo helpt het ene bijenvolk het andere bijenvolk. Deze kan weer dicht. Hier zit zelfs nog een opportunistische wesp. Die rook het voer in de kast, maar die kon het niet vinden. Maar inmiddels is hij hartstikke dood. Spoink. Het is heel belangrijk dat je de kast goed dicht doet. Bijen kunnen geen deuren dicht doen. Deksel erop. Deksel erop. Voilà. En dat is ongeveer een eerste controle.